Deze les gaat over erven, bedoeld voor bedrijfseconomie, HAVO en VWO. We gaan het hebben over het concept nalatenschap, erfrecht, wilsrechten, het testament, het aanvaarden of verwerpen van nalatenschap, erfbelasting en bedrijfsopvolging. Zo leer je wat nalatenschap inhoudt, je leert hoe het erfrecht in elkaar steekt, je leert wat wilsrechten zijn en hoe ze worden uitgevoerd, je leert verschillende soorten testamenten onderscheiden. Je leert wat het aanvaarden of verwerpen van een erfenis inhoudt. Je leert verschillende tarieven en vrijstellingen van erfbelasting kennen en je leert wat bedrijfsopvolging inhoudt. Als iemand komt te overlijden, dan noemen we dat in deze context een erflater. En de erflater die laat een nalatenschap na. Dat is het vermogen van de erflater. Wat is nou het vermogen van de erflater? Het bestaat uit twee onderdelen. Eerst de bezittingen, bijvoorbeeld het geld dat diegene heeft. Of andere bezittingen zoals een woning. En de schulden die de erflater heeft, zoals een hypothecaire lening of het rood staan bij een bepaalde bank. Bepalen wie de nalatenschap krijgt kan via twee routes. Via het versterferfrecht, ook wel het wettig erfrecht genoemd, of via de uiterste wil. Het versterferfrecht gaat dus via de wet, zoals ik al aangaf. En via de wet worden de erfgenamen, degene die aanspraak zouden kunnen maken op de nalatenschap, de erfenis, opgedeeld in vier groepen. Groep 1 tot en met 4. In groep 1 zitten de echtgenoten van de overledene en de juridische kinderen, dus de erkende kinderen. In groep 2 zitten de ouders en de broers en zussen. In groep 3 zitten de grootouders en in groep 4 zitten de overgrootouders. Volgens het versterferfrecht worden alleen de eerste twee groepen meegenomen en hebben alleen maar zij recht op de nalatenschap. Zij kunnen erven. Als je wil afwijken van het versterferfrecht, als je je eigen regelingen of afspraken wil maken of bepalen, dan kan dat via de uiterste wil. En de uiterste wil is het opstellen van een testament. Een testament kun je op twee verschillende manieren opstellen. Je kunt het notarieel opstellen of via depottestament. En beide manieren komen allebei geregistreerd te staan in het Centraal Testamentenregister. Over testamenten komen we later deze video nog te spreken. Stel je voor, zijn twee mensen en die hebben samen drie kinderen. De linker van de twee komt te overlijden en het vermogen dat diegene had, komt dan als nalatenschap vrij. Wat gebeurt er? Het vermogen wordt opgedeeld in gelijke delen tussen de partner van de overledene en de drie kinderen. Dus iedereen heeft dan recht op 1/4. Maar er is een verschil. Het vermogen verschuift namelijk wel richting de partner. En dat betekent het volgende. Nou, iedereen heeft recht op die 1/4 vordering, op die 1/4, het 1/4 deel van het vermogen. Maar omdat, ja, we zien nu geld, maar het representeert meer een waarde in geld. Het kan natuurlijk ook, en het gaat meestal, om spullen gaan. En ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen, mama's komen te overlijden, dus iedereen krijgt meteen een kwart van de waarde van het huis bijvoorbeeld. Nee, dat kan niet. Degene die achter is gebleven, de achtergebleven ouder, die mag natuurlijk nog wel gewoon in het huis blijven wonen met de spullen van de overledene. Daarom krijgen we nu de volgende situatie. Het volledige vermogen van de overledene, dat is nu waard 180.000 euro, die is naar de langst overgebleven ouder gegaan. Maar de kinderen hebben allemaal wel recht, hebben een vordering op een kwart daarvan. Dat betekent dat de overgebleven ouder of de overgebleven partner het recht op vruchtgebruik heeft. Dat betekent dat diegene nog mag gebruik maken van de goederen en van het vermogen dat zoveel euro waard is. En als het echt alleen maar om geld gaat, zou diegene het dus ook mogen opmaken eventueel. En dan zouden de kinderen daarna niets meer van hun vordering kunnen terugzien. Dat is mogelijk. Die kinderen hebben dus allemaal recht op een vordering op 45.000 euro, dat is een kwart hiervan. Maar ze krijgen geen geld op hun rekening gestort en ze krijgen ook niet per se allemaal meteen een kwart van alle spullen. Ze krijgen het bloot eigendom, dat betekent ze hebben er recht op, maar ze kunnen het niet opeisen. Want degene met vruchtgebruik, de overgebleven partner of ouder, die mag nog gebruik maken van de volledige waarde van de nalatenschap. Op die vorderingen kan ook interest worden gerekend, dat gebeurt ook. En dat betekent dat mocht het nog ondertussen nog 4 jaar duren voor bijvoorbeeld de tweede ouder ook komt te overlijden en de kinderen dan gebruik maken van het feit dat ze wel degelijk een kwart van de waarde van de eerste erfenis op kunnen eisen, dan zouden we 4 jaar rente hierbij op kunnen tellen. En dan krijgen ze dus recht op meer dan de oorspronkelijke 180.000 euro.
kan ook voorkomen dat na het overlijden van een ouder, de overgebleven ouder, die nog steeds het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap heeft, weer trouwt met een tweede of een nieuwe partner. In dat geval zal het vermogen verschuiven naar het gezamenlijk vermogen. En dan spreken we over het stiefoudergevaar. Wat is nou het stiefoudergevaar? Er is dus nu een stiefmoeder in het spel in plaats van de eerder overleden moeder. En omdat zij nu bijvoorbeeld gaan trouwen, en het hoeft niet altijd te zijn, maar in dit geval wel, in gemeenschap van goederen schuift het nagelaten vermogen van de oorspronkelijke moeder naar het gemeenschappelijk vermogen. Nou, ook dan kunnen de kinderen van de overgebleven vader kunnen aanspraak maken op de vordering. Dan eisen ze de vordering op, maar dan hebben ze nog steeds maar het bloot eigendom. Want ook nog steeds geldt nu, dit is waarschijnlijk allemaal spullen, inclusief een huis. En je kunt niet zomaar een kwart van het huis nu uitkeren aan kinderen. Stel je nou eens voor dat er dus nu getrouwd is in gemeenschap van goederen en de kinderen hebben dit niet opgeëist. Dan kan er nog iets gebeuren. De overgebleven ouder die komt ook te overlijden, waardoor dus nu de stiefmoeder het volledige vruchtgebruik van die erfenis krijgt, dan kunnen de kinderen wel degelijk de vordering opeisen. Dus dan, in dat geval, als ook de laatst overgebleven echte ouder komt te overlijden, voordat de oorspronkelijke erfenis van de eerder overleden ouder is uitgekeerd, dan kunnen de kinderen wel degelijk hun volledig eigendom opeisen, dus de vordering daadwerkelijk in waarde ontvangen. Als dat niet gebeurt en de stiefmoeder komt ook te overlijden, dan zal via de kinderen van de stiefmoeder, de eventuele kinderen of anders de andere erfgenamen van de stiefmoeder, kan alsnog de vordering worden opgeëist. Ook dan is er sprake van volledig eigendom en geen bloot eigendom meer. En het verschil was, met bloot eigendom heb je wel een vordering, maar je mag hem niet opeisen. En bij volledig eigendom mag je hem wel opeisen, dus dan mogen ze ook aanspraak maken. Ze mogen ook echt daadwerkelijk het geld ontvangen, of de spullen die de waarde van het geld vertegenwoordigen. De erfgenamen volgens het versterferfrecht, groepen 1 en 2, die noemen we legitimarissen. En als legitimaris heb je altijd recht op een legitieme portie van de erfenis. Nou, hoe berekenen we nou hoe groot de legitieme portie is? Dat doen we als volgt. We zeggen, de legitieme portie is de helft van het deel dat je zou krijgen volgens het versterferfrecht. En daar wordt gewoon gelijkmatig verdeeld in groep 1 en dan groep 2. Keer de legitieme massa. Dus bijvoorbeeld een kwart van een vierde als je met 3 mensen moet delen. Keer de legitieme massa. Wat is nou weer de legitieme massa? Die is opgebouwd uit verschillende factoren. We beginnen met de waarde van de nalatenschap. Alle bezittingen, al het vermogen van degene. Dus al het geld dat diegene heeft. Daarbij wordt opgeteld alle giften die degene is overleden heeft gedaan binnen 5 jaar voor het overlijden. Daar wordt ook bij opgeteld alle giften die de overledene heeft gedaan aan legitimarissen, dus aan die groep eerste, tweede erfgenamen, maar niet uit lang het is geleden. Daar halen we vanaf alle schulden die de overledene heeft gehad. En daar halen we ook nog vanaf alle kosten voor de uitvaart, maar ook voor de nalatenisvereffening. En die nalatenisvereffening komen we ook nog even op terug zo. We hebben het tot nu toe gehad over het versterferfrecht, het wettelijk erfrecht, dat volgens de wet regelt hoe een nalatenschap wordt verdeeld. Maar je kunt ook afwijken van die wet, in zekere zin met behulp van een testament. In een testament kun je zelf aangeven wat je voorkeuren zijn voor wat er moet gebeuren met je nalatenschap als je komt te overlijden. Daar kun je bijvoorbeeld regelen wat er gebeurt met stiefkinderen. Erken ik die wel of niet als erfgenaam? Of wil ik ervoor zorgen dat mensen geen uitspraak of aanspraak kunnen maken op mijn erfenis? Kan ik mensen bijvoorbeeld onterven? Of kan ik een legaat vastleggen in mijn erfenis, in mijn testament? En een legaat betekent dat je de erfgename oplegt dat ze een bepaald bedrag aan bijvoorbeeld een goed doel of een bedrijf of een organisatie moeten schenken. Je kunt mensen ook een last opleggen, bijvoorbeeld de last om voor overgebleven huisdieren te zorgen. Nou, zo'n legaat ging dus over, je mag de erfgename opleggen een deel van het vermogen bijvoorbeeld aan een organisatie uit te keren. En in een lichtere vorm daarvan hebben we ook sprake van een codiciel. En een codiciel, hoeft niet per se een testament ook, kan worden uitgelegd wie bijvoorbeeld van de erfgename welke stukken kleding krijgt of welke objecten krijgt waar een sentimentele waarde aan hangt. Die testamenten kunnen we op 2 verschillende manieren opdelen. Eerst een notarieel testament. Bij een notarieel testament heb je een erflater, degene die komt te overlijden ooit, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, en de notaris, en die stellen samen het testament op. Daar is bijvoorbeeld hulp bij nodig. En dat testament
Is dus de lijst met wat we doen met stiefkinderen, ontsluiting en onterving, legaten, lasten, codicillen en andere wensen van de erflater. De tweede vorm is het depottestament. Een depottestament werkt iets anders. De erflater schrijft hem zelf en die laat hem vervolgens via de notaris bewaren. Dus die zorgt dat hij geregistreerd wordt in het Centraal Testamentenregister. Dus die notaris die maakt een akte van bewaring op, zodat het zeker is dat diegene hem bewaart of wat ook. Mocht de overlijdenis plaatsvinden of mocht de erflater komen te overlijden, dan kan via de notaris het testament weer worden opgezocht. Als iemand komt te overlijden, moeten een aantal praktische zaken worden geregeld. Zo moet er bij de gemeente een aangifte van overlijden worden gedaan. De arts moet ook een overlijdensverklaring indienen. Er moet toegang komen tot bankrekeningen van de erflater. En er moet contact gezocht worden met een notaris. Ja, wat doet de notaris nou? Die gaat in op de verklaring erfrecht. En die verklaring erfrecht is een akte, een notariële akte, waarin bijvoorbeeld wordt benoemd wie de erfgenamen zijn. Wie maken er aanspraak op welk deel van de erfenis? En wie de executeur is, komen we zo op terug. En welke andere wensen er allemaal in het testament staan. Die notaris gaat ook na bij het CTR, het Centraal Testamentenregister, of er überhaupt een testament is. Nou, die executeur, dat is degene die de nalatenschap mag uitvoeren. En dat uitvoeren noemen we vereffenen. Dus degene die dat mag zijn, wordt beschreven in een verklaring van executele. Dan noemen we hem of haar de executeur. En die gaat als eerst een boedelbeschrijving opmaken. Nou, wat is een boedelbeschrijving? Die maakt als het ware een soort van balans van welke bezittingen de erflater allemaal heeft en welke schulden er allemaal zijn. Vervolgens zorgt ook de executeur en ook alleen de executeur ervoor dat degene die dat mogen, de erfgenamen, hun deel van de erfenis kunnen krijgen. Alleen de executeur heeft het recht om de verdeling uit te voeren, niet iemand anders. Daar kunnen wel eens conflicten over ontstaan in de praktijk. Als erfgenaam kun je je beslissing maken of je de erfenis aanvaardt of verwerpt. Als je hem zuiver aanvaardt, dan betekent dat dat je het vermogen van de overledene, de erflater, volledig aanneemt. Dus zowel de bezittingen als de schulden. Dit doe je meestal als de bezittingen opwegen tegen de schulden. Maar het kan ook anders zijn. Als je beneficiair aanvaardt, dan betekent dat dat je hebt gekeken naar het vermogen van de erflater en dat de bezittingen niet opwegen tegen de schulden. De schulden zijn dan groter en dan kun je beneficiair aanvaarden. Nou, wat gebeurt er bij beneficiair aanvaarden? Dan werkt het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het faillissement van een onderneming. Eerst wordt er een boedelbeschrijving gemaakt, dus er wordt goed een balans opgemaakt van wat bezit de erflater en wat voor schulden heeft diegene. Vervolgens wordt naar de rechtbank gegaan om bij die rechtbank te laten weten dat er een negatieve nalatenschap is. Een negatief omdat de schulden groot zijn dan de bezittingen. Vervolgens worden de schuldopeisers allemaal opgeroepen. Iedereen bij wie de erflater nog schulden had, die moet te weten komen dat diegene is overleden en daar moet contact mee worden gelegd. Bijvoorbeeld om af te spreken hoeveel of wanneer er wordt terugbetaald. En het komt wel voor dat om die terugbetalingen te doen, ook bezittingen van de erflater alvast moeten worden verkocht. En dan kan er geld naar de schuldeisers gaan. Nou, als na het afwikkelen van die schulden, als al die schulden zijn afgelost, nog wat geld over is of nog bezittingen over zijn, dan moeten die volgens de normale procedure worden verdeeld onder de erfgenamen, maar niet eerder. Als erfgenaam kun je er ook voor kiezen om de erfenis volledig te verwerpen, als je hem dus niet wil. In dat geval zal de erfenis aangeboden worden aan de eerstvolgende groep erfgenamen. Als die hem ook niet willen, naar de volgende. En het gaat een paar keer zo door, tot en met de 60e graad er geen erfgenamen zijn of als iedereen hem verwerpt. Dan, dus tot en met de 60e graad, het duurt nog wel even, dan is de nalatenschap voor de Nederlandse staat. En dan zal die ervoor zorgen dat de bezittingen geveild worden en dat de schulden worden afbetaald. Over een erfenis moet ook erfbelasting betaald worden. We hebben in de video over schenken al een tabel gezien en die is hier ook van toepassing. De tarieven schenk en erfbelasting. En ook daar heb ik gezegd, je hoeft deze percentage nooit uit je hoofd te kennen. Je moet hem alleen maar kunnen interpreteren, dat tabel. Dus wat zien we? We zien hoe meer je erft of schenkt, hoe groter het tarief wordt. De onderste rij is iedere keer het hoogst. En hoe verder degene die het ontvangt van de overledene of de schenker afstaat, hoe hoger ook de tarieven worden. Dat moet je kunnen interpreteren. Vervolgens is er
Net als bij schenkingen, ook nu sprake van eventuele vrijstellingen. Die vrijstellingen zijn in deze tabel. Ook deze bedragen niet uit je hoofd kennen. Zie alleen dat hoe dichter je bij de overledene staat, de erflater, sorry, hoe groter het vrijgesteld bedrag is. Dus in het geval van een partner hoeft er over de eerste 6,5 ton ruimschoots aan waarde geen belasting te betaald te worden. Als een ondernemer komt overlijden, of als een ondernemer ervoor kiest om een onderneming te schenken aan een ontvanger, dan moet de ontvanger daarover belasting betalen. Tenzij de ontvanger van de onderneming gebruik maakt van de bedrijfsopvolgregeling. Dan is die belasting veel minder en soms zelfs niets. Die regeling is er, zodat de overheid mensen stimuleert om bedrijven levend te houden en de economie ook draaiende te houden. Die bedrijfsopvolgregeling die bevat een bepaald aantal punten. Het eerste punt is dat er een echte onderneming moet zijn. Er moet niet een leeg ingeschreven KVK-naam zijn. Er moet wel degelijk ondernemingsactiviteit hebben plaatsgevonden. De eigenaar moet bij een schenking minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest, dus de ondernemer. Mocht het om een erfenis gaan, minstens 1 jaar. Er moet een voortzettingstermijn zijn. De ontvanger die moet de onderneming minstens 5 jaar nog blijven voortzetten. En stopt hij er toch mee binnen 5 jaar, dan wordt er gedaan alsof deze regeling al niet is opgevolgd. Er moet ook alsnog belasting over betaald worden. En er moet werknemerschap zijn in het geval van een schenking. En dat werknemerschap betekent dat de ontvanger tenminste 3 jaar bij de onderneming moet hebben gewerkt voor die ontvanger mag zijn. Voor die regeling van kracht gaat, sorry. Nou, dat zijn vormen dus de eisen om die regeling van kracht te laten gaan. En ook alleen deze, de laatste, is alleen bij een schenking van toepassing. We hebben het gehad over het nalatenschap, het erfrecht, wilsrechten, het testament, het aanvaarden of het verwerpen van de erfenis, de erfbelasting en bedrijfsopvolging. Nu weet je wat een nalatenschap inhoudt, hoe het erfrecht in elkaar steekt, wat wilsrechten zijn en hoe ze worden uitgevoerd. Je kunt verschillende soorten testamenten onderscheiden. Je weet wat het aanvaarden of verwerpen van de erfenis inhoudt. Je weet verschillende tarieven en vrijstellingen van erfbelasting en je weet wat bedrijfsopvolging inhoudt. Om te controleren of je deze leerdoel ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt dit je niet of heb je andere vragen of opmerkingen, dan zie ik die graag terug in de reacties. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.